Merci. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Ja, wat een beetje beter. Goed, dames en heren. We weten allemaal, het is een lastige periode geweest. We hebben 3 jaar ongeveer op ons kernhoek lopen. Maar eindelijk kunnen we terug volwaardig genieten van carnaval. Is dat eenvoudig? Niet. We zijn nu aan de 36e editie. Ik ben zelf 36, is fantastisch jaar. Maar na die lastige periode is dat niet evident geweest. En ik wil nog een keer zeggen, ik heb dat ook een vorige keer gezegd, maar ik wil het nog een keer zeggen. Chapeau. Chapeau voor al die mensen die het mogelijk maken dat we allemaal kunnen zijn en dat we van dit weekend van harte en intens kunnen genieten. Een dikke chapeau. Want het is ook zo, dames en heren. Ik mag dat niet vergeten, dat is juist. Ook onze vrienden als Wiesbaden. Welkom! Ja. Goed voor de. Ja. Mijn Duits is voor de rest niet zo goed, hè? Ja. Maar, dames en heren. Wat ik wil zeggen. Het is niet alleen bijzonder dat het in Ledenberg gelukt is. De eerlijkheid gebied ook te zeggen dat eigenlijk in het Gentse ook al alleen maar leerbaar gelukt is. Want dat is toch veel meer voor onderpleit. Echt waar. Ik ben schiet, maar eerste keer voor gans Gent. Ik wil over die anderen niks zeggen, maar ik wil alleen maar zeggen chapeau. Echt waar, dames en heren. Chapeau. En proficiat. Voilà. Ik ben dus ongelooflijk content dat we kunnen staan waar we vandaag staan. Ik kijk uit naar de stoet van morgen. Ik heb al een kleine preview gezien van wat dat eventueel zou kunnen zijn. Het zou fantastisch zijn, ik weet het nu al. Ik kijk er naar uit. Het schijnt dat we wel warm gekleed moeten zijn. Maar goed, dat komt in orde. Dames en heren, mag ik nog iets zeggen? En ook oprecht, het diepste in mijn hart. Chapeau voor onze keizer. Chapeau voor onze prins. Chapeau voor Amaretto. Want potverdorie zak. Was dat allemaal geweest? Wat een show! Echt waar! Ja! Er zit ongelooflijk veel talent in Ledenberg, dames en heren. Moet je dat blijven respecteren en waarderen. En vooral niet lang speechen. Dat is het belangrijkste. Dus ik ga stoppen, ik ga zwijgen. Ik wens jullie allemaal nog een fantastische avond. We zien elkaar vanavond, morgen of overmorgen, we zien wel. Maar er is nog een formeel gedeelte aan de avond. Er is de sleuteloverdracht. Is het moment gekomen? Moment gekomen. Mag ik deze stuk geven? Heel diepe werk, heel diep chapeau. Wat talent dat jij mag zien. Echt waar. Dat zal een zware stuk kiezen. Het zit geen Amaretto in. Kan dat goed prijzen. Maar goed. Ook voor u, heel dikke proficiat. Het is een campagne geweest, hè, met? Ja, 2 jaar. Maar gaat er ook weer voor mee. Dikke proficiat, chapeau. Dames en heren. Dames en heren, tot snel, tot binnenkort. Dames en heren, een hele fijne avond. Merci. Dank u wel, Steven. En ik ga nu het woord geven aan onze voorzitter, Keizer Christophe. Dank u wel. Beste carnavalisten, het doet me veel plezier wat onze schepenen zijn. 1. Is er iemand in geslaagd om het verder te zetten, momenteel. En dat is niemand minder dan carnaval Ledenberg. Beste carnavalisten, ik word veel vernoemd. Maar ik ben het niet, alleen. Dankzij jullie, alle carnavalisten, alle groepen, en dankzij onze schepenen, kunnen we verder doen. Beste carnavalisten, geniet van het weekend, laat het gaan. Schepenen, bedankt voor de samenwerking. Ledenberg, laten we niet kapot gaan. Dank u wel! Ja, dat is het. Dank u!